Lieve pap en mam, we hebben bijzonder bezoek van Vecht al leeft. En misschien kunnen jullie even hier naar voren komen. En de vraag is een beetje, waarom zijn ze eigenlijk hier? En ja, misschien kunnen jullie daar iets over vertellen, wat er vandaag gaande is. We zijn vandaag 40 jaar getrouwd en een hele verrassende dag. We hadden feest willen geven, maar ja, dat kan dus niet in deze tijd niet. En ja, we hadden zelf al wat bedacht, maar het liep allemaal anders dan wat we gedacht hadden. We werden om 7:55 werd op de bel gedrukt en werd een maaltijd en ontbijt gebracht. Dus door de twee zussen en even later kwamen de kinderen. Dan hebben we samen en lekker buiten kunnen eten, het is mooi weer. Dus hebben we samen van genoten. We waren vanmorgen al vroeg opgestaan. We hadden al heel veel gekaderd gekregen. En vandaag waren er ook weer een stuk of 20. Dus ja, we lieten ons verrassen. De familie, denk ik, nou, hadden we nog geen kader van gezien. Die denkt, ja, misschien wordt er wel een drive-in. We weten niet wat nog komen gaat, maar we laten hem los afkomen. We maken ons niet bezorgd over het kump, zoals kump. Giet, verschiet. Dus ja, het was wel een hele verrassing dat er een familie stond en wij lekker konden ontbijten samen met de kinderen erbij. Die zouden om 11:30 komen. Dat werd allemaal een beetje anders. En, maar goed, we laten het, wat ik al zei, over ons heen komen. Ja, en nu mogen jullie een uur lang hier binnen blijven en gaan wij de rest organiseren. Ja, wat zijn ze toch aan het doen? Ik vind het wel spannend. Na 10 minuten, een uur zouden ze, ja, moesten we onszelf vermagen. Dus ik ben, ja, ik heb geen idee wat ze doen. Echt niet. Nee. Laat ons weer verrassen. Ja.